U was de afgelopen 4 jaar wethouder in de gemeente Almelo. Hoe kijkt u terug op deze periode? Ik kijk met heel veel plezier en trots terug op deze periode. Het was heel erg leuk en waardevol om lid te zijn van een college van 4 wethouders uit de gemeente Almelo. Ik ben natuurlijk in deze periode naar Almelo verhuisd. Dus dat was ook al heel erg bijzonder. Alles was nieuw voor mij. Maar ik ben heel erg warm in Almelo ontvangen. Almelo is een hele mooie stad die veel te weinig trots is op zichzelf, heb ik ontdekt. Er gebeuren hier verschrikkelijk mooie dingen. En daar zouden de inwoners veel trotser op kunnen zijn. En ik heb als wethouder heb ik de afgelopen 4 jaar bij mogen dragen aan het bestuur van deze stad. En ik denk dat we mooie dingen hebben gedaan. We hebben Almelo uit de financiële problemen gehaald. We hebben veel mooie dingen ontwikkeld voor Almelo. Belangrijke beslissingen genomen. En ik denk dat Almelo in de regio nu weer goed op de kaart staat. En ik hoop dat Almelo voor de inwoners zelf heel erg leefbaar is gebleven en hopelijk ook beter leefbaar is gebleven. Waar kunt u met ongelooflijk veel plezier of dankbaarheid op terugkijken? Nou, ik ben natuurlijk wethouder van de binnenstad geweest. En we hebben voor de binnenstad een koersdocument ontwikkeld, samen met de ondernemers en samen met de vastgoedeigenaren. Dat koersdocument geeft richting aan hoe we de binnenstad verder willen ontwikkelen. En de haven is in deze periode gereed gekomen. En ja, wat ik heel erg jammer vind, is dat we de opening daarvan niet hebben kunnen vieren. Dat we ingehaald zijn door de corona. Dat de ondernemers daar heel erg veel last van hebben gehad. Maar desondanks denk ik dat wij de binnenstad nu goed voor elkaar hebben. En nu de boel weer open kan, nou het straks allemaal voorbij is, dan hoop ik ook dat al de bezoekers weer naar de binnenstad komen. En dan denk ik toch dat we met z'n allen, en de ondernemers, en de gemeenteraad en ook het college met trots terug kan kijken op het feit dat we dit allemaal in de binnenstad voor elkaar hebben gekregen. Wat had er volgens u de afgelopen 4 jaar beter gekund of misschien gemoeten? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want we besturen natuurlijk een stad. Een stad die zich ontworstelt aan een moeilijk verleden. Een stad waar heel veel kansen liggen. En die stad besturen we met 16 partijen op dit moment. En dat is moeilijk. In de gemeenteraad was het bij tijd en wijle wel moeilijk. Juist ook doordat we met zoveel partijen zijn en het lang niet altijd met elkaar eens waren. En dat maakt het lastig, het besturen van deze stad. En, want je zou veel meer willen dat je het met elkaar eens bent over de richting die je kiest. En de richting die we hebben gekozen, daar sta ik nog steeds voor 100%, volle 100% achter. En ik denk ook dat het een goede richting is. We moeten ook doorgaan op deze weg. Maar het zou heel fijn zijn als we daar veel meer met de gemeenteraad ook over konden praten. En dat we veel meer instemming hebben met wat we met elkaar aan het doen zijn. Waaraan of aan wie moet de komende raadsperiode volgens u in de gemeente Almelo bijzondere aandacht worden besteed? Nou, we doen het natuurlijk allemaal voor de inwoners van Almelo. En je wilt de stad mooier maken. En daarmee bedoel ik zeg maar het beheer van de openbare ruimte. Dus de stad moet er netjes uitzien. De wegen moeten goed onderhouden worden. De riolering moet goed voor elkaar zijn. En de stad moet ook vooral leefbaar zijn. En daar hebben we veel discussies over gehad de afgelopen periode. Over hoe je dat dan doet. Maar het moet zo zijn dat waar je ook woont in Almelo, dat je daar met plezier woont. En dat je daar veilig woont. En dat er voor iedereen in Almelo kansen zijn om zich te ontwikkelen. Om werk te vinden. Om een goed sociaal leven te hebben. En om je wel te bevinden in de stad waar je woont. En ik denk dat dat vooral in gezamenlijkheid met de andere partijen nog meer tot uiting moet komen. We doen het uiteindelijk maar voor één groep en dat is voor onze eigen inwoners. Heeft u al besloten wat u de komende 4 jaar gaat doen? Nou ja, ik hoop dat ik nog 4 jaar door mag als wethouder. Dus dat wij met de lokale partij voldoende stemmen werven om door te kunnen gaan in het college. En dan wil ik graag samen met de andere partijen waarmee we dan hoop ik dat college gaan vormen, doorwerken aan de ontwikkeling van Almelo, aan het nog leefbaarder maken van Almelo dan dat het nu is. Welke koers of richting zou u de komende 4 jaar met Almelo op willen? Nou, net wat ik net zei, hè, dus heel veel aandacht naar de leefbaarheid in de wijken.
Ik denk dat we, als het gaat om woningbouw, een opgave hebben om een 3000-tal nieuwe woningen te bouwen. We willen toch ook voldoende ruimte hebben voor onze industrie, dat die kan groeien. En dat moet op een goede manier op elkaar worden afgestemd. En dan denk ik dat Almelo heel erg moet inzetten op het behouden en het versterken van de regiofunctie. En de mensen uit de regio, Tubbergen, Frieseveen, Wierden, Twenterand, gemeente Twenterand moet ik dan eigenlijk noemen. Ja, die moeten de weg naar Almelo weer weten te vinden. En niet alleen voor het ziekenhuis of voor de school, maar ook voor het centrum, maar ook voor het theater. En op die manier moeten wij op een goede manier onze centrumfunctie vervullen. En als we dat op een goede manier doen, dan ligt er een hele mooie toekomst voor Almelo open. Daar ben ik van overtuigd. Tot slot, wat wilt u meegeven aan de inwoners van de gemeente Almelo in de komende jaren? Ja, voor de korte termijn denk ik dat het goed is als iedereen naar de stembus gaat. Om daar aan te geven van hoe hij of zij denkt dat het gemeentebestuur vormgegeven moet worden. En voor de komende jaren, ik denk door blijven bouwen aan het versterken van de leefbaarheid in de verschillende wijken in Almelo. En door blijven werken aan een stabiele financiële positie van de gemeente Almelo, zodat we alles op alles kunnen zetten om de stad nog leefbaarder en nog mooier te maken. Bedankt voor uw medewerking en veel succes. Dank je wel.